Dit is niet de kantine van een voetbalclub of de lokale dorpskroeg. Dit is een leslokaal. Wiskundedocent Erik van Haren ontwikkelde een lesmethode samen met de Biljartbond. Daarbij wordt de Smart Pool, deze pooltafel, als praktijkmateriaal gebruikt. Driehoeksgetallen, rekenen, ik heb een beetje meetkunde erin gezet. Je hebt leerlingen die zijn met wiskunde bezig geweest zonder dat ze eigenlijk doorhebben dat je met wiskunde bezig bent. Je bent met die in je hoofd met poelen bezig. Het biljartspel zit vol wiskunde. De getallen op de ballen, de driehoek aan het begin van het spel en bovenal de hoeken waarmee gespeeld wordt. Het was wel anders dat er in een pooltafel midden in een klaslokaal staat. Ik had er ook nog nooit van gehoord dat je daarmee wiskunde kon doen. Dus ik vond het wel erg creatief. Maar je moet wel even diezelfde lijn, want nu ben je gaan lopen naar die kant. Zie je dat? Dan zet je je hand in diezelfde lijn. Hey. Ja. Nou, meestal vind ik het leuker om iets praktisch te doen. Dan hoef je niet alleen te blijven zitten, maar dan kan je ook gewoon staan en iets doen. En gewoon, ja, iets. Dan kan je het ook uitvoeren wat je hebt geleerd. De methode is populair. 20 scholen gebruiken de Smart Pool al en er is een wachtlijst. Hier in Boxmeer is het een succes. Ik denk dat sommige leerlingen die niet zo heel goed zijn in wiskunde, die er toch zijn, toch hebben gedacht, hey, dat is wel leuke wiskunde, hoop ik tenminste. En er zijn ook leerlingen die nu misschien denken van, daarom moet ik die bal daar raken. De theorie is één, maar om de volgende Dick Jaspers te worden is er nog flink wat oefening nodig. Overigens blijft docent Van Haren in dit klaslokaal heer en meester.